Met nog één dag te gaan voor het referendum over de samenvoeging van Eindhoven en Nuenen lopen de gemoederen inmiddels behoorlijk hoog op. Vooral de tegenstemmers zijn goed zichtbaar. Zij kaapten zelfs de plaatsnaamborden van de gemeente. Het comité van nee-stemmers wilde vandaag niet reageren voor camera. Maar hun stem wordt duidelijk gehoord hier in Nuenen. Het is een emotioneel debat dat hier wordt gevoerd, omdat veel Nuenenaren het idee hebben dat hun identiteit op het spel staat. Ja, wij willen dorps blijven gewoon. En we zijn bang als we naar Eindhoven gaan dat we, een beetje wegsmelten. Dus we willen gewoon dorp blijven. Nou, ik heb niet zo'n goed gevoel bij een heel groot gebeuren erbij, waar wij hebben we zelf weinig invloed meer. Ik denk niet dat een grote stad ons helpen kan om het prettiger te krijgen, vind ik. Kijk, ze zijn er zelf ook niet mee eens. Hè? Ook niet, want ze doen er zelf niks aan, hè? Ook niet het gemeentebestuur. Hè? Ze doen er gewoon niks aan. Zelf ook niet, hè? Ze willen ook niet overleggen of die niks. Ze zeggen gewoon nee, we willen het niet. Ja, dan houdt het op. Hè? Ik ben bang dat het nu heel erg gaat veranderen en ik vind het sowieso gezellig en mooi en luxe. Ja, ik ben er helemaal aan gewend aan nu. Het voorkamp verzamelt vandaag toepasselijk op de grens van Eindhoven en Nuenen. Ze begrijpen de emotie, maar zouden juist graag zien dat er wat meer op inhoud wordt gediscussieerd. Ik hoor op dit moment zo verschrikkelijk veel onzin en leugens. Hè? Voorbeeld, Gerwe en Nederwetten zouden hun voetbalvelden gaan verliezen. De bibliotheek zou dichtgaan. We zouden een veel slechter subsidiebeleid gaan krijgen. En het verhaal is gewoon niet waar. Volgens de voorstanders van de fusie is het juist alleen maar goed voor Nuenen om samen te gaan met Eindhoven. Zeker nu er zoveel extra verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan, heeft Nuenen niet de middelen om het goed te regelen, is hun argument. Je moet opschalen, je moet je krachtiger maken door aan te sluiten bij een grote speler. Ja. Dan zit je aan de stuurknuppel, dan kun je samen optreden en dan ben je sterk. En dat is belangrijk. Het is eigenlijk belangrijk om onze sociale karakter te behouden. Woensdag is het raadgevend referendum. De stembussen zijn geopend van 7:30 a.m. tot 9:00 p.m.